Jawel, er zijn een hoop mensen heel zenuwachtig. Ik ga namelijk afzwemmen. En gelukkig heb ik heel goed geoefend. In deze mooie kleren ga ik proberen om mijn diploma te halen. Oeps, als dat maar gaat lukken. Snel naar het zwembad. En daar zijn allemaal mensen om me aan te moedigen. Oeh, spannend. Daar ga ik. 5, 4, 3, 2, 1, go! En in het zwembad was het super druk. Iedereen heeft familie en vrienden meegenomen. Daar gaan we. Hier duik ik het water in. Zo door het gat. Oh, ik zwaai even naar jullie hoor. Ik doe super goed mijn best, want iedereen kijkt of ik het wel goed doe. Hey, Isabel is er ook. Mijn vader vond het allemaal maar spannend en durfde niet te kijken. Oh ja, en ik had nog een verrassing voor hem. Kom jij maar eens even hier. Hup. Haha, zo in het water. Zit je telefoon niet in je zak? Hij had al zijn kleren nog aan. En echt zwemmen kon hij niet hoor. Het leek meer een danseresje in het water. Heb je eigenlijk wel een zwemdiploma, papa? Kom maar aan de kant, je zal wel moe zijn. Haha. Yes, ik heb mijn diploma gehaald. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Ik krijg van mijn opa's en oma's superveel leuke cadeautjes. En van Isabeau kreeg ik ook iets onwijs vets. Thanks. En leuke knutselspulletjes. En een dansspel voor op de PlayStation. Wat onwijs gaaf dat jullie er allemaal bij zijn. En toen ik daarna thuis was, ging het feestje gewoon door. Kijk nou, een ballon. En er staat op je bent een kanjer. En er zat ook een mooie kaart bij. Met een heel lief berichtje van Fleur en Lucas. Van mijn andere opa en oma kreeg ik ook een hele leuke kaart. En ook nog eens een cadeautje. Toen was het tijd voor een gebakje. En daarna ging iedereen naar huis. Dag! Dat betekent dat ik nu tijd heb om een nieuwe dansspel uit te proberen. En zo was het een vet gaaf feestje. Behalve voor papa. Die moet nog even oefenen met zwemmen. Doei doei! Abonneer nu op mijn kanaal.